Sven Kums, je hebt de bloemen gekregen, man of the match. Maar ik neem aan dat je daar niet echt heel erg blij van wordt, hè? Nee, ik denk het resultaat was belangrijker vandaag. En 1-1 lijkt wel een release voor ons, denk ik. Ja, de Graafschap vierde het ook als een overwinning. Ja, wat ging er vandaag niet goed? Waarom lukt het niet om de Graafschap kapot te spelen en misschien 2-3 keer te scoren? Ja, ik denk de eerste helft dat we misschien te slordig waren en misschien te veel balverlies hadden. Maar oké, we komen wel 1-0 voor, juist voor de rust. Dus dan hoop je dat te houden tot aan de rust. En dat gebeurt niet, omdat we te laag speelden, denk ik. En de tweede helft komen we dan beter uit de kleedkamer, denk ik, met meer druk naar voren. Eerste 20 minuten en creëren we ook enkele kansen. En dan, daarna zakte het wat in, had ik het idee. Wat had jij? Ja, ik ook. Ik denk dat de energie een beetje weg was en we hadden weinig kansen en moesten we nog opletten voor op de counter, dus Ja, hoe moeilijk was het voetballen met de Graafschap dat misschien wel 5 man achterin hield, 4 man daarvoor misschien eentje voorin had? Ja, het was niet gemakkelijk, maar dat is geen excuus, want ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om die ploeg opzij te zetten, maar dat is vandaag niet gebeurd en dat is jammer. Nee, in hoeverre kun je jezelf dat verwijten? Want op een gegeven moment ga je alles op alles zetten. Quentin Martinez komt er nog bij. Osama Asili gaat dan op 10 spelen. En toch lukt het niet echt om heel erg gevaarlijk te worden. Wel een paar keer, maar misschien toch te weinig. Ja, klopt. Ik denk gewoon dat het spel niet genoeg was vandaag. En we moeten gewoon naar de volgende match kijken. En dan hopen dat we daar 3 punten pakken. 1 keer thuis gewonnen tegen FC Groningen. Ook meteen een hele dikke uitslag. Ook een hele terechte overwinning. Voor de rest, ja, thuis nog niet veel kunnen laten zien. Ja, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ik denk gewoon dat het beter moet. Begeleiding heb ik niet. En we moeten gewoon blijven hard werken en dan zal het komen, denk ik. Hard werken. En dat is de sleutel tot het succes. Ja, denk het wel. Youssef El Akhchoui, de Graafschap snoept eigenlijk een puntje af bij jullie. Is het hun kwaliteit, hun verdiensten, of denk je dat Heerenveen vandaag te slecht speelde? Ik denk allebei niet. Het was niet de kwaliteit van de Graafschap om hier een punt te halen. Wij hebben ook niet slecht gespeeld, alleen we hebben wel onder ons niveau gespeeld, dat wel. Onder niveau? Hoe kan dat? Waar ligt het aan? Dat weet ik niet. Dat gaan we morgen evalueren. Als ik dat wist, dan hadden we het gelijk omgegooid, had ik het tegen de trainer gezegd. Maar ik weet het niet. Een punt tegen de Graafschap thuis, dat is niet goed. We willen voor de volle winst gaan. En helaas is dat vandaag niet gelukt. Hoe moeilijk was het voetballen tegen de Graafschap, dat heel veel mensen achterin hield? Ik vond het niet moeilijk voetballen tegen de Graafschap. Nee? Ik vond toch dat Heerenveen te weinig gevaar stichtte. Ja, ik praat hier voor mezelf en ik ben een verdediger. Ik had veel vrijheid. Ik kon makkelijk voetballen, makkelijk de bal inspelen. En zij stonden met 4, 5, 6 man soms achterin. Dan kan ik het me begrijpen dat voor een aanvaller iets moeilijker is. Ja. Wat ging er precies fout bij die ene tegengoal? Het was moeilijk te zien. In één keer lag je erin. Ja, ik zag het ook niet goed. Maar het enige wat ik zag is dat iemand in de rug van Victor Elm sprong en dat die bal erin lag. Dus. In de rug sprong. Heb je het dan over een overtreding? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hij kwam achterlangs en volgens mij zag Victor hem niet. En Brian kwam ook nog even uit en toen lag hij al in het netje. Begin van de tweede helft had ik echt het idee van, nou gaat Heerenveen gas geven, dan gaat het lukken. De eerste 5 minuten na de rust ook 2 enorme kansen. Wanneer begon bij jou het gevoel te spelen van, zal het nog wel lukken? Vanaf minuut 1. Had ik al zoiets van, het gaat vandaag lukken. Alleen het is niet gelukt en dat gevoel had ik tot aan de laatste minuut. Echt tot aan de laatste? Ja, tot aan de laatste minuut. En de scheidsrechter vond ik ook niet top en die floot ook alles dood. En kleine overtredingen waren het ook in het nadeel van ons. Ik zie Bas gewoon een normale duel aangaan in de 16 met Jurie Roos en dat vlijt hij ook vooraf, dat soort dingetjes. Ja, dan zit ook alles tegen. Toch? Misschien positief eindigen voor de 7 achter elkaar niet verloren. Nee, inderdaad, we hebben niet verloren, maar het had vandaag beter gemoet en dat weten we zelf ook.